Hans Beukema. Zegt hij, jazeker, die heeft mij vroeger gestart in de karts. Hij start hier vandaag de Dravers. De Dravers draaien in. De start is gevallen. Beukema kan Max Verstappen starten. Hij kan ook Brian Vaarder starten. Want Brian Vaarder gaat op weg als eerste naar de eerste bocht. Brian Vaarder dus de leiding met Fidel H. Twitel. Zo gaan de deelnemers de bocht in. Op de tweede plaats erachter volgt dan de deelnemer met de startnummer 1. En dat is Aiglos. Zo gaan de deelnemers de eerste bocht door. Niet iedereen haalt die eerste bocht even makkelijk. En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog 3 volledige ronden te gaan. Langgerekt veld. Het tempo wordt gemaakt door Foppe H. Twitel. Foppe H. Twitel leidt. Tweede plaats daarachter is voor Aiglos. Derde plaats daarachter is voor Ruud Pols. En Ruud Pols rijdt in deze koers. De nummer 9. Delta Rapida. Daarachter op de vierde plaats volgt de broer Aad. Terwijl Delta Rapida nu van de benen gaat. Heeft moeite met die bocht. Moet worden teruggenomen. Gaat naar de buitenkant. En zijn broer gaat binnendoor. En dat doet hij op dit moment aan, Pols. Met Lux Valentine. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Lux Valentine dus nu op plaats 3. Vierde plaats erachter voor Delta Rapida. Vijfde plaats voor Elliot Charisma. De deelnemer waarvan ik zei, die gaat deze koers winnen. Ligt op dit moment vijfde. En daarachter op de zesde plaats ligt Cerberus. En op de zevende plaats daarachter. En die ligt er toch wel een heel stuk achter. Patrick van Ooyen met El Nina Freo. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. En als ze de finish passeren, hebben ze nog 2 volledige ronden te gaan. Tempo ligt zo hoog dat van achteraf niemand naar het tweede spoor gaat. Eentje doet dat maar. En dat is Elliot Charisma. En zo gaan de paarden op weg naar de voorlaatste ronde. Leiding in handen. De 3 is uitgeschakeld. Patrick van Ooyen, zijn paard is eruit. Galoppade nu van Elliot Charisma. Kwam daar eventjes een beetje in contact met de Silky van het paard voor hem. Maar hij draaft inmiddels weer. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van Foppa Twitel. Tweede plaats daarachter voor Aiglos. Derde plaats daarachter is voor Aartje Pols met Lux Valentine. En zo gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. Vierde plek daarachter aan de buitenkant gaat nu naar voren Elliot Charisma. Maakt die jongens het zat. Dat geboemel aan kop, want dat gaat hem veel te langzaam. Hij gaat nu aan de buitenkant naar voren. En zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune weer in. Leiding is nog altijd in handen van dezelfde deelnemer. Maar aan de buitenzijde is Elliot Charisma wel aan de opmars begonnen. En zo gaan ze op weg naar de laatste ronde. Nu moet er gas gegeven worden. Nu moet het hard gaan. En die leider is nog altijd dezelfde. En dat is Brian Vaarder. Hij gaat de voorlaatste bocht in. Met Foppe H. Twitel. Tweede aan de buitenkant ligt inmiddels Elliot Charisma. Derde aan de reding. Derde aan de redingszijde, Aiglos. Vierde aan de redingszijde, ligt daarachter en die gaat nu van de benen. Paard nummer 10, Lux Valentine. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen, nog altijd van Foppe H. Twitel. Foppe H. Twitel, dan Aiglos, dan een groot gat naar Elliot Charisma. Die gaat het normaal vandaag gesproken niet redden. En daarachter aan de redingszijde gaat nu binnen door naar voren Ruud Pols. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. En komen ze de laatste rechte lijn in. En de leiding is nog altijd voor Us Foppe. Foppe H. Twitel, de man die afscheid nam van de Heerenveen, gaat hij er vandaag in